Je kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Er trekken wolkenvelden over Nederland en dat betekent dat we de zon weinig gaan zien. Maar in het zuidoosten zijn de wolkenvelden wat minder dik en daar schijnt vanochtend nog wel eventjes de zon. In de rest van het land neemt de bewolking verder toe. Het blijft nog droog en vanochtend is het 2 tot 5 graden. De temperatuur loopt vanmiddag nog wel wat verder op. Het wordt dan 5 tot 8 graden. De wind waait uit het westen tot zuidwesten en zwak of matig. Vanmiddag hier en daar misschien een spatje motregen, maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Ook vanavond kan er plaatselijk wat lichte regen vallen, maar het zijn zeer kleine hoeveelheden en er zijn ook veel plaatsen waar het gewoon droog blijft. Verder verandert er weinig, door de wolken koelt het vannacht niet echt sterk af. Morgen wordt het de graad of 7 een zwakke tot matige wind uit de westelijke richting. Wolkenvelden, in de ochtend misschien nog wat gespetter in het zuidoosten, maar verder blijft het meest droog. Dan gaan we naar de dagen na het weekeinde. Maandag zijn er nog vrij veel wolken. Later op de dag klaart het wat op. En dinsdag en woensdag zien we wat meer zon. Het blijft droog, de wind draait naar het zuidoosten. En de temperatuur overdag gaat iets omlaag, naar 4 graden. Vooral de nachten worden duidelijk een stuk kouder. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.